Goedemorgen allemaal. Hij staat al aan, hè? Ja, geweldig, dank u. Oké, ik doe even nog even mijn stopwatch aan, hoor. Nou, hij wil niet helemaal werken. Flauw is dat. Ach ja. Geduld, hè. Ook een vrucht van de geest, toch? Nou. Volgens mij... Ja. Oude telefoon, tijd voor een nieuwe. Ja, hij doet het. Oké. Okay. Ja, kan gebeuren, hè? Goed. Voordat ik ga beginnen, wil ik nog heel kort ook bidden. Heer Jezus, ik wil u danken dat ik een woord van u mag ontvangen. En ik bid ook dat ik het mag vertellen zoals u dat wilt. En dat alle harten hier ook zacht mogen zijn om het te begrijpen. En help mij, help ons. Dit bid ik in de machtige naam van Jezus. Amen. Ik ga beginnen met een Bijbeltekst, want ik heb best wel een spannende boodschap ontvangen om te geven. Dat is het altijd als het om Israël gaat. En dan zie je ook eigenlijk dat het de geestelijke oorlog is. Dus ik wil beginnen eigenlijk met een van de eindtijdprofetieën die ook Jezus zelf doet aan de hand van Matteüs 24. Want ik geloof echt dat het zomaar kan zijn dat wij allemaal nog wel de wederkomst van Jezus gaan zien. Want als we zien wat er allemaal gebeurt en dan zeggen we wel steeds ja, maar als dat gebeurt. Ze zeiden het ook in de Tweede Wereldoorlog. Dan wil ik daarmee beginnen, want dat is wel heel interessant. We zien ineens iets wat onmogelijk leek. Dat was dat weer Israël geboren zou worden. En wat gebeurt er? Alsof er geestelijke machten zijn die niet willen dat Israël weer geboren wordt. En Adolf Hitler doet er alles aan om deze grote eindtijdprofetie te niet te doen. Want wat doet hij? Hij probeert alle Joden te uitroeien. Maar ja, dan heeft het geen zin om de staat Israël te laten ontstaan. Dus we zien eigenlijk al, als we de Bijbel lezen, dat wat er staat, dat we patronen steeds doorzien en van generatie tot generatie. Maar we zien ook dat God altijd wint. Want er is een Joodse staat. En er is geen één land op de wereld die zo populair is om ervan te houden, maar ook... Om het te haten. En dat is iets heel interessant. En dat wil laten zien dat het een geestelijke strijd is. En ik geloof ook, voordat ik de Bijbel open doe, dat het belangrijk is om te weten dat we moeten bidden. Want de ziel is kostbaar. Ook van de vijand. Paulus was notabene moordenaar. En is de grootste evangelist geworden die we kennen in het Nieuw Testament. Ik denk dat het heel belangrijk is als we de preek gaan samen gaan doen en gaan bestuderen. Dat jullie weten dat ik bid voor de vrede voor Palestina en bid voor de vrede voor Israël. Want de ziel is kostbaar. Maar ik denk dat we zo ver in een eindtijd ook leven dat we zien dat God gelijk heeft. Op humanitaire manier gaat het ons niet meer lukken. Hoe goed we het ook uit onze menselijke ik en verstand willen doen. God moet zich openbaren. In Hamas-strijders. God moet zich openbaren bij andersgelovigen. En gelukkig is God zo goed dat hij dat weet en doet. En er zijn gewoon mensen, onder andere die ik ken, hè, uit Iran, die eigenlijk al geboren worden als staatsvijand van Israël en door de liefde van God liefde krijgen voor Israël. En het is zo heftig dat sommige landen, als je eenmaal in Israël bent geweest, dat je niet meer welkom bent in dat land zelfs. Israël doet dat niet. Matteüs 24, vers 12 en 13, vers 12 tot en met 14, daar wil ik mee beginnen. Daar staat het volgende. En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt en tot het einde, die zal behouden worden.
En dit evangelie van het koninkrijk zal aan de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal een einde gekomen zijn. Nou, dit is ook een grote profetie. We weten dat het evangelie, volgens mij, binnen nu en 5 jaar de hele wereld heeft bereikt. En Jezus zegt dat. Maar Jezus zegt ook dat de liefde zal verkillen. Nou, er zijn gewoon bepaalde comedyfilms. Denk aan, aan Flodder of zo. Nou, die kan je vandaag de dag echt niet meer op tv zetten zonder dat mensen, in plaats van erom lachen, heel erg kritiek op hebben. Met andere woorden, de mensen kunnen er nog maar heel weinig van elkaar hebben. We wonen in een democratisch land, maar is dat nog wel zo? We moeten elkaar respecteren, maar we respecteren vaak alleen nog maar de mensen als we de oogkleppen opdoen en allemaal dezelfde kant op kijken. Ik zie dat ook wel erg als een probleem aan het worden. Ik denk dat heel veel mensen last hebben van de wereldse geesten. En de Bijbel zegt ook, hè, dat de heerser op de wereld de Satan is. En we zien echt dat daarom ook het belang is om niet meer water bij de wijn te doen, denk ik, maar echt te geloven en te doen wat de Bijbel zegt. Ja, dat klinkt logisch, maar soms mogen we onszelf op de loep nemen, want er staan soms dingen in waar ik zelf ook wel eens moeite mee heb. En zeg, nou Heer, ik vind het niet leuk of ik vind het niet kloppen. Maar toch is het zo mooi dat God een relatie met ons wilt, dat als we gaan bidden, dat hij het jou en mij gewoon uitlegt. Ik heb dat wel eens mogen meemaken. Ik denk wij allemaal wel als we die levende relatie met de Heer Jezus hebben. Maar we ontkomen niet dat God in zijn woord zegt: Israël is mijn oudste zoon. Israël is mijn oogappel. Bid voor dat land en noem het maar op. En vandaag de dag is het belangrijk, denk ik echt, dat er weer over nagedacht wordt met z'n allen. Hoe gaan wij hiermee om met dit probleem? Want dit is geen werelds probleem. Dit is een geestelijk probleem. Er wordt gevochten voor zielen. En er is een oplossing. En dat is Jezus Christus. Paulus zegt het al. Maak het Joodse volk gewoon weer jaloers dat zij ook dit goede nieuws willen, wat ik heb aangenomen. Dat zegt Paulus zelfs. En Paulus zegt ook: God zal nooit, maar dan ook nooit, Israël wegdoen. God is dezelfde van het Oude Testament en van het Nieuw Testament. Hij is niet veranderd. De kerk is niet de nieuwe Israël geworden. Wij zijn ingeënt op het volk. Onze Heer en Verlosser. Daar koos God zelf voor. Om als een Jood opgevoed te worden. Om in Israël geboren te laten. In Israël in Bethlehem. En vandaag de dag ligt Bethlehem ineens niet meer in Israël. Ik weet niet of jullie dat allemaal weten, maar als je naar Israël gaat, ik ben daar gelukkig een keer geweest, toen wou ik wel zien, daar waar Jezus dan geboren was. En tot mijn verbazing moest ik naar Palestina reizen, want ineens is Bethlehem Palestina. En toen wilde ik wel naar Jericho om te kijken Waar Jezus 40 dagen verzocht is door de duivel. Hij werd door de Heilige Geest meteen op een missie gestuurd, net als ons. We worden getest in dit leven ook. Beproefd, zodat we getraind worden. En tot mijn verbazing zag ik iets staan in Jericho. Ik weet niet of mensen als in Israël zijn geweest in Jericho, maar de meeste Joodse mensen durven niet naar Jericho te gaan, wat ook tegenwoordig in Palestina ligt. Daar staat een bord waarop staat in het Hebreeuws, in het Arabisch en in het Engels: verboden voor Joden. Vandaag de dag. Ik praat over volgens mij 3 of 4 jaar terug. Heftig, hè? Maar de mensen in Palestina waren heel lief, hoor. Echt waar, waren hele lieve mensen. Ik weet gewoon. Daarom, dit is totaal geen racistische preek. Echt niet. Dit is een preek waar ik smeek dat Palestina de Heer en Verlosser mag leren kennen wie die echt is. Dat ze de liefde van God mogen voelen en dat hun hart verandert. Dat ze zien dat God niet zegt: ik ben de God van Nederland, ik ben de God van Amerika, maar zegt: ik ben de God van Abraham, Isaac en Israël. Jacob. Dat zegt God. Ik kan er niks aan doen, mensen. Maar ik hou van God, ik hou van het woord. En ik voelde heel sterk dat ik hierover moest spreken.
Ik heb het ook liever gewoon over een simpele preek. Het komt op de livestream, alles. Ik bevind me in de kickboxwereld waar bijna iedereen moslim is. En waar ik ook nu wel eens verhalen hoor van wat is dit. En het enige wat ik dan zeg tegen die mensen is ook. Jij mag toch niet oordelen, alleen Allah, alleen God mag toch oordelen. En gelukkig geven ze me dan gelijk. Maar meer kan ik niet zeggen. Maar ik bid wel voor deze jongens. Want de ziel is kostbaar. God houdt van ze. Mensen kunnen er niks aan doen dat zij Israël haten. Want ze worden opgevoed met haat. Hamas is de baas in Palestina. Haat aan Israël, haat aan Amerika. Iran maakt gewoon wekelijks honderden vlaggen van Israël en van Amerika om het te kunnen verbranden. Wat een haat moet je dan toch hebben dat je daar moeite voor doet om het te kunnen verbranden, om een statement te maken. Dit heeft niks met een statement te maken. Dit is satanisch. Dit is haat. Dit is mensen opzetten. Zonder dat ze doorhebben. Dus wij moeten niet met hetzelfde geluid gaan klinken. Dit is precies, denk ik, onder andere wat Jezus bedoelt. Wanneer je op je ene wang een tik krijgt, keer je andere wang om. Als zij zeggen, haat aan Israël, Free Palestina, weet ik het allemaal wat ze zeggen. Weet je wat wij dan zouden moeten zeggen? Ik bid voor je. God houdt van jou. Want God is liefde. En God heeft pijn dat deze manipulerende geest in de wereld is gekomen om de wereld op te zetten tegen Gods plan. Al zo lief heeft God de wereld gehad, hè, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gestuurd, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven krijgt. Dat is de waarheid. Efeze 6 vers 10 tot 12, daar staat ook, niet voor niets. Ten slotte nog dit. Word sterk door één met de Here te zijn en zijn grote kracht in u te laten werken. Bewapen u met alle wapens die God ons geeft. Dan zal de duivel met zijn slinkse streken u geen kwaad kunnen doen. Want wij vechten niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare wezens. De duivelse heersers en machten die deze donkere wereld tiranniseren. Boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om ons heen. Dit is er aan de hand. Het is toch niet normaal? En straks laat ik ook wat foto's gewoon zien. Wat misschien niet al te leuke foto's zijn, maar het is soms wel goed om geconfronteerd te worden met de dingen die aan de hand zijn. Want wij zijn niet zelf tot God gekomen, toch? De Bijbel leert ons, God heeft ons zijn hand uitgereikt. En wij hebben ja gezegd tegen die hand. Maar heb je ook ja gezegd dat je gelooft van kaft tot kaft. Dat je zegt, Heer, niet mijn wil, maar uw wil. En gelukkig wonen we in Nederland en hebben we heel vaak niet te maken met zaken die nu vandaag de dag spelen. Maar ja, ik denk dat dit toch een eindtijdscenario is. En dat het niet meer tijd is en eigenlijk ook niet meer kan om maar een veilig stukje evangelie te geloven. En de rest denken, nou, laat maar. We hebben wel tactiek en een strategie nodig. Het is onzin, denk ik, om mee te protesteren en te roepen met de vlag van Israël te wapperen. En als je dat voelt van God, nou wees daar vrij in. Maar ik denk niet dat dat de juiste manier is. Ik denk dan, maak je de haat alleen maar sterker. Ik denk dat nu de tijd is om op de knieën te gaan en te bidden. En juist de vijand laten zien dat wij vol liefde zijn. Omdat wij weten wat de oplossing is. En dat is de genade van Jezus. Hoe Jezus mij heeft veranderd, hoe die u heeft veranderd, hoe die Paulus heeft veranderd, kan die ook bij wereldse mensen doen en ook bij Hamas-strijders. Hoeveel getuigenissen kennen we wel niet. Maar zij werden aangeraakt door de liefde van God. Nou ja, het is ook dan wel belangrijk, wat zegt de Bijbel onder andere dan, hè? Nou, er staan zoveel profetieën over Israël in de Bijbel dat ik er wat heb uitgezocht die ik dacht, nou vandaag passen die wel bij de preek om daar weer eens over na te denken, om die eens weer te horen. En voordat ik altijd de Bijbel lees, zeg ik ook, lieve Heilige Geest, leid mij, want het is een geestelijk boek. En dat bid ik voor ons allemaal, in de machtige naam van Jezus.
Genesis 12, vers 2 tot 3. God zei tegen Abraham: ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken. En u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, maar wie u vervloekt, die zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Dit was het begin van Gods verbond met Israël. Een verbond dat vele profetieën bevat over de toekomstigheid, grootheid van het volk van Israël. Er zijn zoveel profetieën over Israël die wij gewoon duizenden jaren geleden eigenlijk zijn opgeschreven, die nu tot vervulling gaan. Het is ongelooflijk. Toen ik in Israël was, zag ik heel veel Afrikaanse mensen met een keppeltje op. Die waren met Aliyah meegegaan. Vanuit Ethiopië en zo. Joodse mensen. Wat ik ook heb gezien, was dat ik in Jeruzalem Gold was. En daar werd ik geholpen door een jongen die Islam heette. Super vriendelijk en goede gast. En dat maakte mij nieuwsgierig natuurlijk. Want ik geloof niet dat een Joods iemand Islam heet. Dus ik zei: hey gast, je heet Islam, ben jij moslim? Ja, ik ben moslim. Maar hij vertelde mij dat waar hij vandaan kwam helemaal geen toekomst voor hem was. En in Israël kon hij, als hij dan een Israëliet werd, veel meer, veel beter. Het is niet mijn getuigenis, dit vertelde die jongen zelf tegen mij. En hij mocht gewoon Jood zijn. Dat was super, er was niks aan de hand. Ik ben door de straten gelopen. Ik ben op de Tempelberg geweest. En toen waren er van die extremisten, orthodoxe Joden. Nou, dat waren ook geen leuke mensen. Die deden heel, heel naar. Die waren aan het provoceren. Maar er liep gewoon Israëlitische politie mee, zodat er niks ging escaleren. En ik was op de Tempelberg, ik zat daar. En daar staat de moskee. Het enigste wat ik op dat moment dacht was: Heer, als u dit niet wilde, dan was dit nooit gebeurd. Dus ook hier heeft u een plan mee. Dat u anders gelovige volk de Tempelberg op dit moment leent. Want we weten allemaal waar Jezus terug gaat komen, op de Olijfberg. Israël is een heel tolerant land hoor. Heel veel dingen die je hoort over Israël is helemaal niet waar. En natuurlijk klopt er niet altijd wat. Dat hebben we in Nederland, hè? Ach, help. Dan heb je in elk land politiek. Nee. Maar het verandert niet Gods blik, wat hij heeft gegeven, waar hij mee van plan is, wat hij doet. En dan nog iets belangrijks. Elke keer, en dat geldt voor alle mensen, alleen wij die de Heilige Geest hebben, zien die patronen. Want de Bijbel zit vol patronen. En ook zien wij de volgende patronen in het leven hier op aarde. Dat is, wanneer Israël in de picture staat, dan staat de hele wereld op. En weten wij als christenen, God is iets aan het laten zien. Amen. Maar ook, hoe staat het voor met de maatschappij? Kijk in de landen naar het Joodse volk. Ik ga iets zeggen en denk daar eens over na. Ik ben vader, dus ik praat even zo. En voor de mensen die opa en oma of ouders zijn, begrijp je dit misschien beter als dat je nog geen vader of moeder bent. Maar waarschijnlijk hebben je ouders wel al tegen je gezegd: wacht maar later als jij moeder of papa wordt. De duivel is een hoog intelligent wezen. Zit vol haat, zit vol leugen. Hij is immers de vader des leugens. Hij wil God kapot maken. Maar dat kan die niet. Halleluja. God overwon, God is aan het winnen. En hij zet ons zelfs in om medesoldaat voor zijn koninkrijk te zijn. En ons wapen is de liefde, gebed, tegenovergestelde wang, wat ik net zei. Dus als de duivel God niet kan pakken, wat pakt hij dan? Sorry? Ja, de kinderen. Hoe kan je een vader harder pakken? Pak zijn kinderen. De duivel probeert Gods uitverkoren volk kapot te maken. Waarom? Het is toch eigenlijk gek dat als je Joods bent, dat je in elkaar geslagen wordt, omdat mensen Israël haten, omdat ze Joden haten. Ik denk dat deze mensen het geen eens doorhebben, maar vol haat zitten. Misschien wel op dat moment gewoon bezeten even raken. Hè? Dat zou zomaar kunnen. Want we leven in een geestelijke oorlog. God zelf koos Israël.
God koos Israël als zijn eigen volk om zijn grootheid en majesteit te tonen aan de wereld. In Deuteronomium 7, vers 6 tot 8, dan lezen we ook het volgende. Dit zegt God over Israël. Want u bent een heilig volk voor de Heere, uw God. De Heere heeft u uitgekozen om voor hem als volk en zijn eigendom te zijn. Omdat de Heere u lief had en om de eed die hij uw vaderen gezworen heeft. Heeft de Heere u met sterke hand uitgeleid en heeft hij u verlost uit het slavenhuis. Uit de hand van de farao, de koning van Egypte. Daar kom ik straks nog een klein stukje op terug. Want dat is heel bijzonder. Als je dat eigenlijk een beetje gaat bestuderen, staat daar meer in als dat je alleen de Bijbel leest. En dat is zo mooi dat we die unieke relatie hebben. Als we voor dingen gaan bidden, gaat God jouw persoonlijke dingen openbaren door zijn geest. En ga je de patronen zien. Ga je zachter worden. Ga je enigszins gewoon de arme Hamas-strijders en de Palestijnse mensen en de mensen die uit de straten Free Palestina roepen enigszins begrijpen. Want ze kunnen er niets aan doen. Vader, vergeef het hun. Zij weten niet wat zij doen. Zij kennen u niet. Zij kennen het woord niet. Het woord leeft niet in hun. Romeinen 11, vers 17, hè? Dat lees ik niet helemaal voor in verband met de tijd. Maar dat komt erop neer dat wij vergelijken de gelovigen, dat wij zijn met de takken die geënt zijn op de edele olijfboom. En die edele olijfboom is een symbool voor het land Israël, voor het Joodse volk. Jezus, dat vertelde ik net al, hè, werd immers zelf door God niet in Amerika geboren. Niet als Amerikaan of als Nederlander of als Turks iemand. Nee, echt letterlijk in Israël. En hoe krachtig is dat dan wel niet? En dom ook. Dat Bethlehem ineens in Palestina ligt. En dat ze er sommige Palestijnen ook alles aan doen om dan te beweren dat de Bijbel eigenlijk niet helemaal klopt. Maar dat Jezus gewoon een Palestijn is. Hoewel er zoveel archeologische dingen zijn. Wetenschap en zo. Maar het is nooit goed genoeg. Helaas zien we in de wereld van vandaag een opkomst van antisemitisme. Een zonde die diep geworteld is in haat en onbegrip. En ik wil echt vragen vandaag aan de mensen, ook de mensen die kijken, dat we ons gaan verzetten tegen deze duistere kracht, maar een licht mogen zijn voor de wereld. Een zout voor de aarde. En liefde te tonen aan onze Joodse broeders en zusters. Aan het land dat God zelf heeft uitgekozen, wat midden in het centrum van de aarde ligt, Israël. Ik wil wat foto's laten zien. En nogmaals, ik geloof dat het wereldse geesten zijn. En de Bijbel zegt, de heerser van de wereld is een Satan. Ik zal het even voorlezen. Oh, ja. Dit is Michael Boon van de PVV. En die is opgestaan. En dat vind ik heel belangrijk, dat de politiek hier wat mee doet. Ook al, ja, maar goed. De toename van jodenhaat op scholen is verontrustend. Intimiderende en antisemitische protesten vinden plaats op schoolterreinen. Wat ertoe leidt dat Joodse leerlingen zelfs thuis blijven of gedwongen worden van school te veranderen. Dat kan toch niet? Erg, hè? De volgende. Moet ik daar klikken? Zo? Ja, heel graag. Ja, dit is heel schokkend. Want hier laat al iets zien wat nooit geboren mag worden. En echt een gebedspunt is. Abu Obeida komt terug. Is er beklad tijdens protesten van afgelopen week. En dat betekent, die Arabische letters en in het Hebreeuws is het ook nog beklad daar zo onder de politie. Abu Obeida komt eraan. En dat is een partij die gewoon zegt, Joden moeten kapot. Joden moeten dood. Ja, zo erg is het, gewoon Nederland. Dit is beklad. In Nederland. Dit is niet meer ver weg. Dit is een geestelijke oorlog die geopenbaard gaat worden in de eindtijd. Waar wij nu gewoon echt, geloof ik, echt naartoe leven. Volgende sheet alsjeblieft. In Dordrecht gebeurt.
We weten het, in Zutphen hebben ze ook die stenen die er liggen ter herinnering van de Joodse mensen die uit hun huis getrokken zijn om naar de gaskamers vervoerd te worden. Ja, dit is in Dordrecht gebeurd, pas geleden. Gewoon uit de straat van de familie Cohen. Weg. Hoe kan iemand zo mensen haten omdat je Joods bent? Dit is niet menselijk. Dit is een geestelijke oorlog. Wij worden echt geroepen om hier wat mee te doen, mensen. Om op onze knieën te gaan. Om te bidden. Om misschien wel als het nodig is, zoals Corrie ten Boom dat zei. Hoe kan ik het Joodse volk niet helpen? Het is Gods oogappel. En God zorgt ook voor Corrie ten Boom. Volgende sheet alsjeblieft. Dit is iets heel interessants. Dit is uitgegeven door de Kogat. En de Kogat, dat kennen wij niet goed. Maar dat is een organisatie in Israël die ervoor zorgt dat alles tussen de humanistische defensie, tussen de Gaza, de Palestijnen, dat zij hulp geven of dingen toestemmen en zo. En zij hebben gezegd 17.949 vrachtwagen met voedsel naar Palestina gestuurd. 1700 vrachtwagens met water naar Palestina gestuurd. 4.182 vrachtwagens met schuilplaatsmateriaal naar Palestina gestuurd. 1993 vrachtwagens met medische uitrusting naar Palestina gestuurd. 1784 vrachtwagens met diverse items gestuurd. 541 tanks met kookgas gestuurd. 271 tanks met brandstof gestuurd. Israël zet zich buitengewoon in om hulp te bieden aan de burgers van Gaza. Hamas stilt het van hen. Ik kan het niet bewijzen, maar ik denk dat offers soms nodig zijn. We zien dat God dat ook doet. Hè? Hij heeft immers zijn eigen zoon geofferd, zodat elke ziel weer gered kan worden. Maar de tegenstander die doet niks nieuw, die imiteert. En misschien zorgt gewoon Hamas er zelf voor, Palestina er zelf voor. Ja, dat de Palestijnse burgers niet gered worden, maar offers geleid worden, zodat zij uiteindelijk de hele wereld tegen Israël kunnen opzetten en Israël kunnen vernietigen. Dat een plan is. Dat zou zomaar kunnen. Ik kan het niet bewijzen, maar die gedachten gaan wel door mij heen. En daar bid ik ook voor. Dat je zo erg een volk en een land kan haten, dat je zulke dingen van plan bent om te doen. Volgende sheet alsjeblieft. Kijk, alle conflicten tegen Israël, dan zie je de landen die het hebben gedaan om steeds Israël aan te vallen. En volgens mij nou de laatste sheet. Dit is wat ik bid, hè. Dit is echt wat ik bid. Heel veel mensen zullen het misschien niet begrijpen, maar ik bid echt dat mensen tot Jezus komen. Ons geloof heeft iets bijzonders wat geen één geloof heeft. Jij kan niet werken voor een plekje in de hemel. Je kan nog 1000 goede dingen doen, maar doe je het zonder liefde? 1 Korinthe 13, laat maar zitten. Je kan nog je eigen leven offeren, maar doe je het zonder liefde? Laat maar zitten. Vele andere religies bidden zo vaak op een dag, omdat ze dat denken dat het moet van God. Kledingvoorschriften, omdat ze denken dat het moet van God. Zit allemaal moeten, angst, ik weet niet, religieus elementen bij. Maar zoals we net hebben gezongen, kom zoals je bent. Dat is onze God. En Jezus hoopt dat je 100-voudig vrucht wilt dragen. Maar we zien ook in de Bijbel dat alle apostelen martelaren eigenlijk zijn geworden. Op Johannes na, die is verbannen naar Patmos. En als je dat niet wil, is God nog zo goed dat je gewoon naar de hemel gaat. Eeuwig leven. Dat is de grootste geschenk die God aan jou en mij geeft. Het eeuwig leven dankzij het bloed van Jezus Christus, de Messias. Ik ga naar het einde toe werken. Genesis 12, vers 2 tot 3. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. Dankzij de Jood hebben we Jezus leren kennen, hebben we het evangelie ontvangen. Deuteronomium 14, vers 2. Want u bent een heilig volk voor de Heere, uw God. De Heere heeft u uitgekozen om voor hem als volk van zijn eigendom te zijn. Nieuw Testament, Romeinen 11, vers 1. Dan zegt Paulus, heeft God zijn volk verstoten, dat gaat over Israël en over het Joodse volk, volstrekt niet, met een uitroepteken.
En er is nog goed nieuws. In het Oude Testament is er een profetisch woord gegeven door Zacharia 12 vers 10. Voor het Joodse volk die Jezus Christus nog niet hebben aangenomen. Dan staat er dit. Zacharia 12 vers 10. Dan zal ik over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de geest van de genade en van de gebeden. Zij zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben. Zij zullen over hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind. Bitterleed, treuren zoals men bitterleed bedrijft over een eerstgeborene. Wauw, Jezus is de doorstokene. Veel mensen zijn verblind, niet alleen in Israël, maar heel veel mensen. Maar toch wilt God Hamas-strijders, Palestijnen, andersgelovigen en ook het Joods volk. God doet daar alles aan. Maar God wil ook zo graag dat wij naar zijn wil er alles aan doen. En nogmaals, wij hoeven niet ineens allemaal Israëlische vlag voor de deur te hangen. En oh, dat hoeft helemaal niet. Misschien maak je het daar alleen maar erger mee. Maar we moeten wel een standpunt innemen. Hoe is ons gebedsleven? En op dit moment is dit echt, denk ik, belangrijk. Want de antisemitisme is ver aan het vorderen in dit land. In Exodus 4, vers 22. De Israëlieten waren slaven in Egypte, maar God hoorde hun noodkreet en stuurde Mozes naar Egypte. Met de boodschap voor de farao: Israël is mijn zoon, mijn eerstgeborene. Ik ga er heel snel nog doorheen, want er zijn een paar dingen, ook wat ik zei, hè. Over, ik kwam straks terug op de farao, hè, dat niet in de Bijbel zo staat, maar als je onderzoek doet, dan zie je waar een farao voor staat. Ik zal het voorlezen. Aan de andere kant is dit ook een duidelijke boodschap aan de farao. Laat mijn oudste zoon gaan. Farao werd zelfs namelijk gezien als een zoon van de goden. Toen ik bezig was met deze preek, kwam ik daarachter. Ik wist dat niet. Misschien sommigen van jullie al wel. Maar de farao stond dus eigenlijk symbool als zoon. De oudste zoon of zoon van de goden. Hij was de verbinding tussen hemel en aarde, de farao, en was als God op aarde. Zo stond hij garant voor de voorspoed van Egypte. En nu komt daar ineens een woestijngod, hè, zo zag, want ja, de God van Israël was er nog niet. Er waren Hebreeërs gevangen in Egypte. En ineens komt Mozes terug, 40 jaar in de woestijn geleefd, dus als met een of andere woestijngod die tegen hem zegt, tegen de farao: laat dit slavenvolk Gods eerstgeboren zoon is. Met andere woorden, dat dit volk een speciale, unieke relatie heeft met God. Dat het door dit volk is dat God in de wereld aanwezig wil zijn. En dat door dit volk de zegen van God in de wereld zal stromen. Voor farao moet dit absurd geklonken hebben. Maar eigenlijk klinkt hier het evangelie al. En dan Exodus 2 vers 23 en 25 staat in de Bijbel het volgende. Enkele jaren later stierf de koning van Egypte. En de Israëlieten hadden het nog steeds zwaar te verduren onder een slavenjuk. En hun geklaag steeg op naar God. God hoorde hen in de hemel en dacht aan het verbond dat hij met Abraham, Isaac en Jacob had gesloten. Hij zou hun nakomelingen naar het land Kanaan terugbrengen. Hij zag hoe ze onderdrukt werden en wist dat het tijd was geworden om hen te redden. Ik wil eindigen dat het belangrijk is, nogmaals, om te bidden. In Matthäus 24, vers 32 tot 34, hè, wanneer Jezus vertelt wanneer hij terug zal komen. Niemand weet dat, hè. Maar deze tekenen, die geven aan dat hij snel terug zal komen. En dan staat er dit. En dit is ook symbolisch over Israël, als Jezus dit leert. Vers 32 tot 34 staat het volgende. Leer dan van de vijgenboom deze les. Een vijgenboom staat ook, hè, voor Israël. Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet weten, dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan voordat het alles geschiet. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Ik denk dat dit is
in 48 dat de staat Israël ineens weer geboren wordt. Profetisch wonder. En een generatie staat vaak in de Bijbel voor 70 of 100 jaar. En ik denk daarom dat Jezus spoedig zal terugkomen. Wat er allemaal nu aan de hand is. En er staat een belofte. Want deze generatie zal niet voorbij gaan en zullen mij weer terugzien. Denk daar maar eens over na. In Psalm 122, vers 6. Bid om de vrede voor Jeruzalem. Mogen we u lief hebben, rust genieten. Ja, daar wil ik dan ook mee eindigen. Laten wij gehoor geven aan dit gebod. En bidden voor vrede en voorspoed. Voor het Joodse volk en de stad Jeruzalem, die zo'n belangrijke rol speelt in de profetieën over de tijd waar wij nu in leven. Amen. Ik wil nog graag jullie de zegen meegeven voor deze week. En dat doe ik vanuit een heel mooi woord wat staat geschreven. 2 Korinthe 13 vers 13. En 2 Korinthe 13 vers 13 staat: God is liefde. En dat hij die liefde over jullie mag uitgoeden. Elke dag weer. Jezus Christus genade. Dat we mogen weten dat de genade die ons is gegeven, dat we het mogen uitdelen. Dat het mensenharten kan veranderen. Dat ze mogen weten dat er genade is. Door Jezus Christus. En dat we dit allemaal mogen verstaan. Komt door de Heilige Geest. De Heilige Geest is de intimiteitsbron. Hij spreekt tot ons. En ik wil ook bidden. En bijzonder nog. Voor het land Israël. Shema Yisrael Adonai Elohim Adonai Elchad. Hoor o Israël. De Heer uw God is één God. Zo wil ik ieder zegenen in de machtige naam van Jezus. Amen.